1000. Ja. Hey. Nee. Ja. Leuk dat je kijkt naar KookTV. Mijn naam is Romy. Ik ben Suus en wij zijn Kook Fresh Check. Romy, wist jij van kleins af aan al wat je wou gaan studeren? Nou, eigenlijk niet. Ja? Nee, ook niet eigenlijk. Maar wij gaan vandaag twee mensen verrassen die dat wel weten en daar gaan we iets heel tofs mee doen. Maar wie gaan we verrassen? De eerste is Brit. Brit is 21 jaar en woont in Heerhugowaard. Ze is nu op kamers in Amsterdam en ze studeert Aviation Studies en vindt alles wat met vliegen te maken heeft tof. Cool! Nou, de tweede is Freek. Freek is 20 jaar en hij woont in Blokker. Hij studeert zijn derde jaar aan de ALO en is ook fitnessinstructeur. Maar nu eerst, spin de potto! Degene dan spin de potto, koning gaat naar Freek. Spin de potto, spin, spin de potto. Yeah! Doei, doei. Hoi, ik ben vandaag op Schiphol om Brit te verrassen en zij houdt heel erg van vliegtuigen. Ze komt er zo meteen aan, dus laten we gaan wachten. Oké, ze staat daar. Ze is nu vliegtuig aan het spotten met de vader. Die zit in het complot. Ik ga er nu verrassen. Kom. Brit. Hoi. Hallo. Hoi. Suzanne. Brit. Hey. Suzanne, hallo. Jij was lekker vliegtuig aan het spotten met de vader. Klopt. Ja? Ja. Altijd leuk. Ik zie er nu niet heel veel, maar jij werkt waarschijnlijk heel veel op het vliegtuig ook. Ja, veel. Nou, ik kan vertellen, jullie gaan vandaag niet vliegtuig spotten, maar ik ga je meenemen op een super vette verrassing. Oké, ik ben benieuwd. Ja? Mijn vader zat in het plot, die wist er alles van. Ja, dat dacht ik al. Dus, heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin Kom in. Kom maar. Hoi, welkom in Blokker. Ik ben er natuurlijk om Freek te verrassen en we gaan vandaag mijn kracht en conditie trainen. Denk jij dat ik heel veel kracht en conditie heb? Nou, dan heb je het mis. Dat heb ik eigenlijk niet. Maar het wordt wel een hele leuke dag. Kom maar mee. Hallo. Hey. Hoi, ik ben Romy. Hoi, hallo. Ik ben de Kook Fresh Check en ik wil je vandaag verrassen. Wil je vandaag met me mee? Oké, is goed. Ik ben benieuwd. Ga je mee? Natuurlijk, kom maar op. Yeah! Oké, we zijn aangekomen op de plek van de verrassing. Wat denk je dat we gaan doen? Ik heb zo'n idee dat we een staakrug gaan doen. Voordat we dat doen, wil ik natuurlijk even weten wie je bent. Dus wat doe je voor opleiding? Wat wil je laten worden? Heb je nog andere hobby's? Nou, ik ben Freek, ik ben 20 jaar. Ik doe de opleiding voor een gymdocent. Daarnaast ben ik gewoon lekker bezig met zelf sporten. Fitness, hardlopen vind ik leuk. Af en toe een beetje tennissen. Van alles wat, alle sporten zijn leuk. Cool, we lijken echt totaal niet op elkaar, maar ik heb er wel zin in. Kijk, toch. Let's go. Brit, we zitten hier nu in een oude verkeerstoren. En het heeft heel veel te maken met jouw studie, toch? Ja, klopt. Ik doe Aviation Studies. En wat houdt het allemaal in? Dan leer je eigenlijk alles rondom een vliegveld en een vliegtuig, wat er allemaal gebeurt en hoe je dat kan verbeteren of onderzoeken. Wat wil jij eigenlijk later gaan doen? Het liefst een luchtverkeersleider worden. Dat kan je niet worden met deze opleiding die ik nu doe, maar dat is wel een hele mooie vooropleiding. Oh ja, dus dan doe je nu een vooropleiding en dan doorstroom of zo? Ja, als ik de selectie haal, dan stroom ik hopelijk heel simpel door. En kom je dan ook in zo'n verkeerstoren terug? Ja, alleen dan iets hoger. Nou, laten we naar de verrassing gaan. Ik hoop dat je er heel veel zin in hebt. Ik heb er heel veel zin in. Ik weet alleen nog niet wat. Maar daar gaan we nu achter komen, toch? Ja. Brit, de verrassing, die kunnen we niet alleen doen, dus ik heb iemand ingeschakeld. Dat is Patrick. Hi, Patrick. Hoi, Brit. Hi, Brit. En jij kan ons uitleggen wat we gaan doen. Ja, we zijn bij Flight Simulator Training. Hier geven wij instructie op een Boeing 737 simulator. Ligt dicht bij het vak wat jij wil beoefenen uiteindelijk, hoorde ik. Ja, klopt. Dus dat gaan we doen vandaag. Vet. Je gaat in de cockpit zitten en lekker sturen. Vet, leuk. Laten we gelijk gaan beginnen, toch? Ja, is goed. Ja. Kom. Welkom in de cockpit. Ik zou zeggen, neem direct plaats. Jij mag in de captain seat plaatsnemen. Oké. Zit hier een beetje goed? Ja. Super. Helemaal open? Helemaal naar voren, ja. Oh my god. Hoi, hey. Romy. Goedemorgen, hallo. Tom Leren. Hey. Leuk dat jullie hallo er zijn. We zijn vandaag op het Oude Park Alkmaar. Hier trainen wij met groepen voor de obstakelrun. En dat gaan we vandaag ook met jullie doen. Oké, tof. Ben ja? Benieuwd. Zin in? Super, dan mogen jullie achter de schuur een band pakken. Ja. En dan gaan we eerst een stukje lopen. Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Yes, y'all. Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Yes, y'all. Yes, y'all. Daar gaan we even midden in. Nou, we hebben 140 knopen bereikt. Dan mag je nu het stuur naar je toe halen. Oh. Helemaal naar je buiten. En dan gaan we de lucht in.
Oh. Nou, je gaat zien dat het nu al een beetje te laat was. Ja. Ik wil niet heel streng zijn. Wauw. Oh, we moeten wel een beetje hoog blijven. Ja. Britt, vind je het een beetje moeilijk? Ja, het is wel moeilijk, maar hartstikke leuk. Is dit niet iets voor jou, dat je gewoon liever dit gaat doen? Ik weet niet of je dit in echt vliegtuig zou kunnen. Ja, maar ja, er komen ook heel veel verantwoordelijkheden bij. Ja, precies. Dat deze kan ik wel laten, nou ik weet niet of ik deze kan laten neerstorten, maar... Kan dat? Tuurlijk. Oh yeah. Ik vind het dus tijd voor een wedstrijdje. Kom, weet je nou, we blijven je benen. Goed mee. Kom op. Gaan we gelijk door naar het volgende onderdeel. We zouden echt stoppen. No joke, doe nog één ding mee en dan stop ik. En hoe gaat het? Leuk, zwaar. Ja, zwaar. Ik vind het ook best wel zwaar. De deur gaan, of kan je niet meer? Tuurlijk, gewoon door. Let's go. Oké. Okay. Stop. Doei. Pak jezelf op. Kijk, jurk. Doe jij, kom op. Ja. Kijk, zet je stoppie. Oh ja, top. We gaan naar het water. Oh no! Tot in 3, 2, 1, doe het! Deep break! Oh yeah! Dit is echt super glad. Oh. Hou vast, netjes! Blijf staan! Lekker! Nog één onderdeel. Topsporter! High five! High five! Dank jullie wel voor vandaag. Toffe man. Ja, yeah, je hebt het echt heel goed gedaan. Dat is echt awesome. Ik ga nu kijken hoe het precies was. Doei! Ja, ik ben even die motor aan het fixen. En dan gaan we nadering maken. En dan tijdens de nadering gaat die motor weer in. Nou. Ja? Moeten we gaan landen? Ja, we moeten nu zeg maar gaan landen. En we moeten naar de paarspel. Hoezo gaan we zo snel naar beneden? Wow. Ja! Nee! Ook wel zorgen dat we ergens weer een beetje naar beneden... Nee, misschien niet zoveel. Oh. Misschien niet zoveel, gas. Omhoog, omhoog, omhoog. 300. Goed. Hier. En we hebben... Ja. Approaching minimum. Kom maar. Please. 40. 30. 20. Minimums. Ja! Ik zeg, laten we hierop proosten toch dat het gelukt is. Cheers. Op naar ons volgend avontuur. Oké, hoe vond je het? Ik vond het echt heel vet. Heel lastig om alles tegelijk te doen. Maar wel echt ja, het gevoel dat we het hebben gered. Je hebt het echt goed gedaan. Heel veel succes met je studie nog. Dankjewel. En hopen dat je uiteindelijk zo 140 minuten iedereen kan snipen. Ja. En Patrick, heel erg bedankt voor vandaag. Graag. Ik ga weer terug naar Romy. Ik ga kijken hoe zij het gedaan heeft. Oké. Heel veel plezier nog. Doei. Hey Romy, hoe was jouw dag? Leuk, en jou nou? Ja, leuk. Ik ben in een vliegtuigsimulatie geweest. Vet. Ik heb denk ik nog 3 weken stuurpijn. Maar, wil jij de vorige video van ons laten zien? Klik dan hier. En de vorige video van Kobak, klik dan hier. En wie heeft er volgens jou gewonnen? Hashtag team Romy of hashtag team Suus? Laat het weten in de reacties. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en te liken. En dan zien we jullie de volgende keer gewoon weer op Kooktv. Doei! Doei! Go, go, go.